Beste kijkers, op de eerste handelsdag van week 19, de maandag, eens even kijken, de 9e mei. Opnieuw een berendag, u ziet hem staan, de vierde zwarte candle op rij. Inclusief gaten tussen de bodies, swingteller een tandje lager naar min 4, RSI rap onderuit en ook de DBS verder in het blauw, nadat hij eerder 3 enter short coaching stippen heeft afgegeven. Dat betekent dat de beer zijn grip vergroot en nog eventjes en ze bereiken de steunzone op 660 tot 652. Zou dat voldoende zijn voor hen om daarna, net zoals we dat in begin maart hebben gezien, een V-spike-achtige tegenaanval van de bulls toe te staan? Vraagteken. Dat is natuurlijk koffiedik kijken, want dat weten we niet. Ik weet wel dat de vaart er goed in zit vanuit het berenkamp en is het natuurlijk de hamvraag, wat gaan ze daadwerkelijk doen bij die steunzone? Indicaties tot bodemvorming, u snapt de regel, daarvoor zal er toch eerst op zijn minst een witte candle moeten verschijnen. Zolang die uitblijft houden de beren hun grip en gaan we misschien wel onder die 6,50 breken. En dan begrijpt u dat het hek nog verder van de dam is. De RSI daarentegen die nadert de dynamisch oversold lijn en dat is wel hoopvol. Dus die zou binnenkort, binnen 1, 2, 3 dagen toch wel bodemvorming kunnen aanwakkeren. Daar is nu het wachten op. Heeft u short posities uitstaan, dan heeft u dat prima gedaan. Nu niet meer achter de beer aanrennen, want u ziet de vaart waarmee alles onderuit gehaald wordt. En dan is het niet zinvol om daar nu nog achteraan te rennen. Blijf zitten waar je zit en koopjesjagers die loeren natuurlijk op de koopkansen. We gaan de komende dagen gaan we dat voor u eventjes monitoren. Zijn er al koopkansen op de dagkaarten aanwezig, dan zullen we dat u melden. En dan praten we natuurlijk over, dat mogen duidelijk zijn, reboundkansen, oplevingen in de korte termijn downtrend. Hoe is dat bij de DAX? Vandaag ruim 2% er vanaf. En hier zien we ook de aanswellende berendruk, alle indicatoren ook in de min. En nu vandaag, jawel, onder de steunzone, althans de visuele steungrens op 13.775 gebroken. En dat betekent wel degelijk een extra impuls vanuit het berenkamp. De swingteller naar min 4 en dat betekent nu met het wegslaan van die stippellijn dat er meer ruimte vrijkomt naar 12.400 ruim. Of we daar helemaal gaan aanbelanden, dat is natuurlijk de vraag. Maar op dit moment wel een extra impuls onder in het veld. En dat betekent dat uitstaande shortposities het verder goed doen. Ook hier enigszins de melding dat je niet meer achter de beer aan moet rennen. De DBS-indicator heeft hier ook zijn 3 stippen recent afgegeven. En dat betekent met de 4e staaf in het blauw niet meer meedoen. Maar blijven zitten aan de shortkant als je shortposities hebt uitstaan. Kommer en kwel dus, flink veel berendruk, maar is er dan ook nog wel wat hoopvols te beleven op het Damrak? Jazeker, ik heb voor u uitgekozen als extra tip de dagkaart van ArcelorMittal. Waarom ligt die er interessant bij? Ik ga hem ietsje in elkaar drukken voor u. Omdat de koers vandaag opgeveerd is vanaf de 25 tot 24,5 steunzone. En dat hebben we eerder gedaan. En dat betekent, alleen maar gevoed door de witte candle, dat de bulls hier al op dit speelveldje van plan zijn om een beetje een trading range-achtige configuratie in stand te houden. En dus de 25 zone willen respecteren als steungrens. Om vervolgens op te stomen naar de SMA-lijn die een beetje als middenlijn daar ligt. En hebben we het over ruim 28 en vervolgens doorstomen naar misschien wel ruim 30. Dat zou zomaar tot de mogelijkheden behoren. Voor koopjesjagers in ieder geval een interessante kaart. Gevoed door de RSI die bijna bij zijn OS-lijn is aanbeland. Morgen opnieuw wit, desnoods nog wat dichter in de buurt van de 25, zou bodemvorming moeten bevestigen en aanwakkeren. En dat is dan voor de achterblijvers onder u wellicht de gelegenheid en de kans om met een stop onder 24 tot 25 mee te liften naar die grenzen daar boven in het veld. Een dappere poging van de bulls om in ieder geval de beren van zich af te schudden. Ik wens u een prettige avond.